Louis is alweer een aantal maanden overleden. Ja. En hoe gaat het met hem? De ene dag beter dan de andere. Ik mis hem natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Want juist zo'n tentoonstelling, dat vraagt om overleg. En zie je dat zitten zo, en zullen we het zo doen, of zullen we het zo doen. Ik heb het wel met een aantal goede mensen om me heen gedaan. En ik denk dat Louis het er wel mee eens is, maar ik heb hem wel erg gemist. Ja. 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 En hoe ga je nu verder met je leven? Ben je van plan dit voor te zetten wat hij deed? Of? Ja, er zijn nog een paar dingen die ik zeker doorzet. Ja. En verder, ik denk niet zo een aantal jaren vooruit. Nee. Ik ben meer van de dag. En ik ben altijd weer blij dat het avond is en dat ik die dag weer heb door ben gekomen. En krijg je nog steeds reacties van mensen die hem gekend hebben? Absoluut. Ja. Absoluut. Want ik vind dat er in de media toch eigenlijk niet zoveel aandacht aan besteed is. Nou, er waren grote artikelen in de Volkskrant en in de... Nee, ik bedoel meer de televisie en dergelijke. Het valt wel mee. Ja, toch wel. Ja. 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 En wat is nou je eerstvolgende project behalve dit? Ik ben het archief aan het opruimen. Ja. En ik probeer om alles op de juiste plek te krijgen. Ja. Er gaat heel veel natuurlijk naar het filmmuseum, ja. Maar misschien ook naar het IISG, of naar het Algemeen Rijksarchief, of andere archieven. Ja. Dus daar ben ik nu mee bezig. Fantastisch. Ja. Nou, dan hoop ik dat dit een succes mag worden. Dankjewel. En in de toekomst hoop ik je nog eens te kunnen spreken. Oké. Okay. Goed, dankjewel voor dit interview. Oké. Ooit, bij de opening van een tentoonstelling van zijn kunstwerken in het museum Fodor in Amsterdam in 1968, zei Louis, wat valt er nou bij een tentoonstelling nog te openen door het gesproken woord van een man in een keurig pak? Ik ben het daar in principe wel mee eens. Louis loste dat in 1968 op door Marshall McLuhan, die ik hiervoor al noemde, vanuit Toronto via een gesimuleerde satellietverbinding in leidende woorden te laten spreken. Waarna hij zelf de opening verrichtte. Ik heb vandaag de inleiding gehouden, maar laat nu Louis de opening doen met dezelfde woorden zoals hij die sprak bij de opening van de tentoonstelling in 1968. Mijn tentoonstelling is open. Uit. Af. Dank u wel.